Matthijs, ik vind het een eer om hier te zitten en om aan jou je te feliciteren met het feit dat je alumnus van het jaar 2012 van de Rijksuniversiteit Groningen bent geworden en om je daar in het kader daarvan te interviewen. Dankjewel. We zitten hier op een prachtige plek, het kantoor van Triodos Bank Nederland met uitzicht op groen. Dat past heel erg bij de missie, denk ik, van de bank. Kun jij daar wat over vertellen, over die missie van de bank en wat dat in het dagelijks leven voor jou betekent? Ja, graag. Maar allereerst hartelijk dank voor je felicitaties en het feit dat ik deze eervolle prijs krijg, die ik toch naast persoonlijk vooral ook als een prijs voor Triodos Bank beschouw. Ik zou graag wat vertellen over de missie van Triodos Bank. Dat klinkt dan zo magisch, de missie van Triodos Bank. Maar eigenlijk is het, als je het heel kort zou kunnen zeggen, bankieren zoals bankieren eigenlijk zou moeten zijn in mijn ogen. Redelijk basic bankieren, heel goed het spaargeld van je spaarders beheren en daar heel verantwoord kredieten van verlenen aan bedrijven. En in ons geval dan uitsluitend aan bedrijven die binnen hun sector echt tot de duurzame koplopers behoren. Bedrijven in de reële economie, dus geen abstracte financiële instrumenten, herverpakte Amerikaanse hypotheekportefeuilles en dat soort zaken. Maar gewoon dingen die we kunnen snappen, ondernemers die we in de ogen kunnen kijken en werkelijk kunnen toetsen of wat zij doen, niet alleen bedrijfseconomisch verantwoord is, maar ook maatschappelijk zinvol is. Ja. Je bent begonnen met het studeren van bedrijfskunde, daarna ben je rechten gaan studeren. Ja. Je wilde eigenlijk eerst naar Rotterdam. Ja. Daar werd je uitgeloot. Kun je iets vertellen over je studententijd? Je bent bij Vindicat gegaan. Was je toen al zo maatschappelijk betrokken als je nu bent? Nee, dat zou ik echt niet durven beweren, Boudewijn. Ik ben gaan studeren omdat ik verschrikkelijk veel zin had in het studentenleven. En ook nieuwsgierig was naar wat daar te leren viel. Ik ben bedrijfskunde gaan studeren. Ik vond het een hele boeiende studie, maar wel heel erg in de breedte en niet erg in de diepte. Daar ben ik rechten erbij gaan doen, want ik vond het rechtenvak het leukste vak van het eerste jaar bedrijfskunde. En van recht heb ik erg genoten, omdat je daar meer de diepte in gaat. En daarnaast heb ik intensief genoten van wat het studentenleven zoal verder te bieden heeft in Groningen. Ja. Dus achteraf ben ik ontzettend blij dat ik in Rotterdam niet geplaatst werd, maar in Groningen terechtgekomen ben. En wat heb je daar in Groningen over maatschappelijk verantwoord ondernemen opgestoken? Kwam dat in de colleges aan bod? Niet echt. Nee, ik geloof dat het daar wel ging over het belang van het behartigen van de belangen van verschillende stakeholders. Maar dat ging toch nog altijd veel over de financiële belangen van de verschillende stakeholders. En minder over echt het brede maatschappelijke belang in je afwegingen als manager in een bedrijf bijvoorbeeld meenemen. Ja, kunstenaars en zorgsector waar je nu mee bezighoudt, onder andere, die kwamen daar waarschijnlijk niet. Nou, er zijn natuurlijk veel opleidingen in de gezondheidszorg en daaromheen in Groningen. En er is natuurlijk een goede kunstacademie, Minerva. Alleen ik heb daar zelf niet veel mee te maken gehad in mijn Groningse tijd. Dus je zou kunnen zeggen dat ik misschien met bedrijfskunde rechten een wat eenzijdig stukje heb gezien, waar het niet dat ik wel in een studentenhuis heb gewoond, waar studenten die allerlei verschillende studies deden, van theologie, gezondheidszorg en natuurlijk ook wel rechten en economie. We hadden geen kunstenaars in huis. Maar je gaat bedrijfskunde studeren, je gaat rechten studeren, je bent lid van Vindicat en dan ga je bij de Triodos Bank werken. Is dat niet een hele bijzondere loopbaan? Ik weet niet, er zat natuurlijk een belangrijke stap tussen om een aantal jaren in Botswana te gaan werken voor ontwikkelingssamenwerking. En daarvan zei ongeveer 2/3 van mijn vrienden dat ik hartstikke gek geworden was. Je hebt 2 studies gedaan, je hebt bij Shell gewerkt, je hebt bij advocatenkantoren gewerkt. Je bent gek als je nu ontwikkelingssamenwerking gaat doen. En 1/3 van de mensen zei, oh, jeetje wat dapper. En ik wou dat ik dat lef had om zo'n soort keuze te maken. Dus dat was niet door iedereen direct begrepen. Maar voor ons was het een keuze om iets heel anders te gaan doen, avontuur op te zoeken. En ik dacht, ik leer toch meer van een aantal jaren in Botswana dan van militaire dienst. Dus vandaar die keuze. Daarna zijn we samen, mijn vrouw Willemien en ik, wel gaan nadenken over, ja, waar willen we ons eigenlijk voor inzetten? Willen we, en in mijn geval, ik wilde niet in de ontwikkelingssamenwerking verder, omdat ik dat naar het evenwicht tussen goed bedoelde liefdadigheid en zakelijkheid niet goed vond.
En ik wilde ook niet alleen maar voor een bedrijf gaan werken waar het gaat om zoveel mogelijk geld verdienen voor dan wel de aandeelhouder, dan wel voor jezelf of je klanten. En ik heb een mooie combinatie gevonden in Triodos Bank tussen gewoon een commercieel bedrijf, want dat zijn we, maar ook een commercieel bedrijf dat zijn geld wel wil verdienen met activiteiten die een heel positief effect op de maatschappij hebben. Volgens Trouw sta jij op de 14e plaats qua duurzaamheid. Ze hebben 100 Nederlanders die zich bezighouden met duurzaamheid op een lijst gezet. Jij bent de 14e. En de reden daarvoor is dat jij speciale dingen gedaan hebt op het gebied van transparantie bij de Triodos Bank. En ik vraag me af of je daar wat over kan vertellen. Hoe de Triodos Bank transparant is richting klanten. Dat heeft eigenlijk alles te maken met dat, wat ik net zei, de bewuster met geld omgaan. Ik denk toch dat veel mensen er eigenlijk een beetje van uitgaan dat als je geld bij een bank brengt, dat het dan in een kluis verdwijnt. Terwijl natuurlijk de waarheid is dat dat geld dezelfde dag nog ergens weer wordt ingezet. En hoe transparanter je daarover kan zijn, over wat er eigenlijk gebeurt op het moment dat je je geld naar een bank brengt, daar in bewaring geeft. Hoe meer je dat laat zien, hoe meer je dat bewustzijn stimuleert. Dus heel praktisch hebben wij een aantal jaren geleden gezegd, het zou zo mooi zijn als je nou alles wat je met het geld doet van klanten kan laten zien. En het idee kwam toen ik een hotelletje zocht langs de route naar de wintersport. En op zo'n Google-kaart zag ik gewoon, nou, als je daar zoekt naar een hotel, dan zie je daaromheen alle hotels verschijnen. Heel praktisch. Toen is het idee gekomen om op zo'nzelfde manier op een kaart alle bedrijven en projecten die Triodos Bank financiert zo zichtbaar te maken. Dus als je nu inzoomt op Groningen, dan kan je precies zien op onze website welke projecten en bedrijven wij in Groningen financieren. Ik heb dat wel eens aan de andere bankier verteld. En toen zei hij tegen mij, ja, kijk, dat kan de Triodos Bank heel mooi doen. Maar als wij dat doen, dan is heel Nederland rood. Wij kunnen die transparantie gewoon niet aanbieden. Denk je dat als de Triodos Bank gaat groeien, en dat hij groeit, dat het op een bepaald moment heel moeilijk gaat worden? Of willen jullie die transparantie ook... Nee, ik geloof niet dat de omvang die transparantie in de weg hoeft te staan. Helemaal niet. Er komen wel steeds meer stipjes op de kaart, maar je kan altijd inzoomen op het niveau waar je nog de verschillende stipjes kan onderscheiden. En dat is natuurlijk maar een middel. Het doel is dat je weer echt inzichtelijk maakt wat je met het geld doet. En een grootbank kan ook morgen al op zijn website heel nauwkeurig laten zien langs welke criteria wordt besloten of een bedrijf wel of niet financiering krijgt. Dat is stap 1, transparantie. En stap 2 is dan vervolgens ook laten zien dat je werkelijk doet wat je belooft. En dat is misschien wel een hele grote hobbel. We hebben daar ook best wat tijd in moeten stoppen. We hebben natuurlijk aan al onze klanten toestemming moeten vragen om het feit dat we geld aan jouw bedrijf uitlenen bekend te maken. Ja. Maar je kan bij ons tegenwoordig geen geld meer lenen zonder dat je daar bij voorbaat mee akkoord gaat. Ja. Dat we vertellen dat jij met jouw bedrijf een financiering van Triodos Bank hebt. Kun je een voorbeeld geven van een typisch project waar Triodos Bank geld aangeeft? En misschien ook in de regio van Groningen? Ja, ik heb vanochtend nog even gekeken op onze website. Wat doen we eigenlijk ook alweer allemaal in Groningen? En dat is heel veel. Dan moeten mensen zelf maar even kijken. Ja, het staat rood van de vlaggetjes. Dat er staan veel vlaggetjes in om Groningen. Misschien dat is toch een van de duurzaamste provincies wel is van Nederland. Dat varieert van echt kleine projecten tot hele grote. Grote projecten zijn bijvoorbeeld GroWind. Dat is een groot windturbineproject in de Eemshaven. Maar we hebben bijvoorbeeld ook gefinancierd een project wat ik persoonlijk echt een heel mooi initiatief vind. Dat heet De Verbinding. Dat is een timmerfabriek. Die is opgericht door vaders van dove zonen. Die zonen die praktisch ingesteld zijn en graag ergens zou willen werken met hun handen. Maar in de meeste productieomgeving is het heel onveilig om als dove te werken. En deze vaders zijn bij elkaar gekomen en hebben gezegd, wij gaan een timmerfabriek zo inrichten dat doven hier veilig kunnen werken. Dus alle alarmsignalen zijn met lichtsignalen. En het is daar helemaal op ingericht. Er werken ook een paar niet-dove mensen. Nou, dat is zoiets nieuws. Daar kom je niet eens zo makkelijk bij een gewone bank aan financiering, als je dat zou willen. En wij hebben dat in dat geval samen met de Start Foundation gefinancierd. De Start Foundation heeft een stukje risicokapitaal ingebracht en wij de verdere bankaire financiering. En dat bedrijf draait en maakt winst, is gewoon onderdeel van de echte economie. Er is niks liefdadigs aan. Het is gewoon een goed, gezond bedrijf. En het is hartstikke mooi om dat te kunnen financieren. Dus dat zijn even twee uitersten van een groot
project met 60 megawatt aan opgestelde windturbines tot zoiets kleinschaligs als zo'n timmerfabriek voor Delven. Ja, en als nou de spaarklant aan jou vraagt van is mijn geld daar wel veilig? Hè? Hangt het niet allemaal af van een soort van hype rondom groen ondernemen? En zijn we over een paar jaar het niet allemaal weer vergeten en gaan we over tot de orde van de dag? En dan heeft men geen behoefte meer aan windenergie of aan een timmerfabriek voor Delven. Ja. Wat zeg jij dan? Dat ik in ieder geval weet dat die behoefte niet zal verdwijnen. Sterker nog, ik denk dat we in toenemende mate en versneld zullen zien dat er maar één weg is voor ons. En dat is om een meer duurzame inrichting van onze economie te hebben. Onze economie wordt toch redelijk uitgehold en daarmee onze ecologie ook, door de manier waarop we onze bedrijven aan het inrichten zijn. Traditioneel, zoals ik het ook heb geleerd in Groningen, gericht op het maximaliseren van de winst. En dat gaat dan ten koste van een aantal dingen die niet in geld zijn uit te drukken. En daar kunnen we niet mee doorgaan. Als je alleen al kijkt naar de ecologische kant van dit verhaal, maar het is breder. Dan zie je dat wij nu op zo'n moment, zo'n manier met natuurlijke grondstoffen en energie omgaan. Dat de aarde eigenlijk anderhalf jaar nodig heeft om aan te vullen wat wij in een jaar gebruiken. Dat is niet houdbaar. Dus we zullen naar andere productiemethoden toe moeten. We zullen een ander consumptiepatroon ons moeten aanleren. En we zullen anders met energie om moeten gaan. Onze energie anders op moeten wekken. Dat is één kant. En het andere is dat we behoorlijk de menselijke maat zijn kwijtgeraakt in de samenleving. En zijn gaan denken, als we het maar grootschaliger maken en nog efficiënter, dan gaan we dus slimmer met het geld van de belastingbetaler om. En dat is in ons aller belang. En we komen nu van een koude kermis thuis. We hebben gezien dat het opschalen van de zorg, het opschalen van het onderwijs, dat ook enorme keerzijdes heeft. En het weer terugbrengen van, of het eigenlijk uit de samenleving halen van die enorme anonimiteit die erin is geslopen. Zonder dat je weer alles helemaal kleinschalig naar de 19e eeuw terugbrengt. Dus het is helemaal geen nostalgie naar het verleden. Maar om weer mensen te laten inzien wat hun economisch handelen voor gevolgen heeft voor andere mensen. Hier in Nederland, in Groningen of in de rest van de wereld. Helpt enorm om dat besef dat jouw eigen handelingen ertoe doen te laten groeien, dat besef. Ja. In een interview dat ik met jou op YouTube zag, zei je, we kunnen niet op de overheid wachten. Jij denkt dat het bedrijfsleven toch, dat het vanuit het bedrijfsleven moet komen? Het bedrijfsleven en de burger. Het is voor mij duidelijk dat we met alle verschillende crises op verschillende niveaus die we hebben, een fout zouden maken als we gaan zitten wachten op de grote oplossing. Op groen licht van boven, of uit Den Haag, of uit Brussel, of waar dan ook. Er is een ongelooflijk sterke onderstroom aan de gang van initiatieven van individuele burgers, van bedrijven, veel jonge ondernemers ook, die al lang bezig zijn om de wereld op een andere manier in te richten. Ja. En die onderstroom, die moeten we steunen. Daar verwacht ik meer heil van dan vanuit de grote overheid. Het grote bedrijfsleven is ook interessant om naar te kijken. Daar zie je dat sommige bedrijven echt heel serieus bezig zijn met de impact die ze hebben op mens en milieu. Unilever vind ik daarvan een goed voorbeeld. Die is echt bezig een strategie daarop te richten. Op een positievere bijdrage aan de natuurlijke en aan de sociale omgeving. En andere grote bedrijven zijn daar nog helemaal niet mee bezig. Dus ik denk dat het bedrijfsleven een belangrijke sleutel in handen heeft. Gecombineerd met de macht van de individuele burger en consument, denk ik dat daar de verandering vandaan zou moeten komen. Ja, maar het is juist voor die start-up bedrijfjes het moeilijke om aan financiering te komen. Is dat een rol die de Triodos Bank met name speelt? We zijn er niet specifiek voor startende bedrijven of bestaande bedrijven. We zijn er voor alle bedrijven die hebben besloten dat ze binnen hun sector, waar ze actief willen zijn, dat helemaal duurzaam willen doen. Wij noemen dat integrale duurzaamheid. Dus dat is niet gewoon je bedrijf runnen met een klein sausje MVO of maatschappelijke betrokkenheid erop, maar dat je naar je kernbedrijf kijkt en zegt, wat is eigenlijk de invloed die wij uitoefenen op de samenleving, op onze omgeving? En hoe vinden we dat we dat zouden moeten doen en dus ook willen
doen? En hoe zorgen we dat we negatieve impact op de omgeving vermijden en dat we heel positief bijdragen aan de verandering van de samenleving in de goede richting? Ja. En ik zeg wel eens gewoon, spaarders sparen hier omdat wij bedrijven financieren met hun geld die de wereld een duw in de goede richting geven. Zo simpel is het eigenlijk. Het bankiersvak is niet zo ingewikkeld. Er wordt vaak gedaan alsof het... Er werd zelfs geroepen, geloof ik, door de directievoorzitter van Goldman Sachs, dat wij doen het werk van God. Hè? Zij, geloof ik, over ethiek gesproken is dat wel een interessante uitspraak. Maar het is eigenlijk gewoon een nutsfunctie die banken vervullen. En daar moet je ook gewoon niet moeilijk over doen. Dus bankiers hebben een verantwoordelijke baan. Veel verantwoordelijkheid. Dus je mag ook best verwachten dat je daar goede mensen voor wil aantrekken en die netjes wil belonen. Maar dat ze het werk van God doen of bonussen van meer dan 100% van hun salaris verdienen, onzin. Sommige mensen zeggen, ja, Triodos Bank heeft eigenlijk heeft makkelijk praten, want ze hoeven geen moeilijke ethische besluiten te nemen, want ze zitten altijd al in het groen. Het is een heel makkelijke manier om goed te zitten. Veel respect heb je daar, wordt daarvoor opgebracht, maar aan de andere kant, als je bij een andere bank zit, dan heb je ook invloed bij bedrijven waar wel eens een steekje valt. Maar dan kunnen we ook invloed hebben op de manier waarop dat probleem dan als het ware wordt opgelost. Hoe sta jij daarin? Zou je het niet willen breder maken, het hele pakket van bedrijven waar je je geld in investeert? Nou, wij financieren niet alleen maar bedrijven die al 120% duurzaam zijn. Wij financieren ook bedrijven die heel serieus en aantoonbaar op weg zijn naar geïntegreerde duurzaamheid. Dus we gaan wel degelijk in gesprek met bedrijven die er nog niet helemaal zijn. Ik denk als je kritisch kijkt, is geen enkel mens 100% duurzaam, geen enkel bedrijf 100% duurzaam. Het zijn allemaal stappen die we aan het zetten zijn. Ja. Wat voor mij belangrijk is dat de ondernemer die ik financier, dat ik werkelijk overtuigd ben dat het een menens is. Ja. Dat hij echt van plan is om binnen de sector waarin hij actief is, stappen te zetten. Bijvoorbeeld, ik heb wel eens een kredietaanvraag afgewezen van iemand die had een prachtige vinding om varkensmest in te drogen. Beter voor het milieu, makkelijker te transporteren en te brengen naar de plek waar het nodig is. Maar die verkocht dat als een soort legitimering, als een soort verlengstuk van de intensieve varkenshouderij. Ja, dat financieren we dan niet. Nee. Dus daar zijn pittige discussies over. En we financieren ook veel vastgoed. Maar uitsluitend als de vastgoedeigenaar ook daadwerkelijk stappen zet om het energieverbruik van het vastgoed terug te brengen. Monumenten financieren we omdat het cultuurhistorisch erfgoed is. Onlangs hebben we onze criteria aangescherpt en zeggen we, het feit dat het een monument is alleen is niet genoeg. Er zijn nu zulke goede technieken beschikbaar om ook bij een monument het energieverbruik terug te brengen. We eisen dat je daar wat doet op dat gebied. Ja. Want anders kan ik niet aan mijn spaarder uitleggen waarom ik zijn spaargeld in jouw pand heb geïnvesteerd. Ja. Dus jij vindt het eigenlijk een makkelijk verwijt als een andere bank zegt van ja, kijk, die Triodos Bank die... Als het dan zo makkelijk zou zijn, laat de andere bank het dan ook doen. En ik geloof niet dat wij de makkelijkste weg hebben gekozen. Sterker nog, toen wij begonnen, werden we vaak gezien als een interessant initiatief, maar toch een beetje buiten de realiteit. En nu zijn mensen zich aan het afvragen of dit niet eigenlijk de realiteit is, de manier waarop we het moeten doen. Ja, want de Triodos Bank heeft de crisis eigenlijk heel goed overleefd. Zeer goed, ja. Ja, ja de crisis is overigens nog lang niet voorbij. Ik weet niet of we het ergste al gezien hebben. Zo zie ik dat. We zijn absoluut bezig als samenleving om met geld dat we niet hebben spullen te kopen die we niet nodig hebben en in de tussentijd de ecologie uit te hollen. Dat is in een kernzin gezegd wat we aan het doen zijn. En onze reflex is, ons antwoord op de economische ellende is, laten we dan maar de economie weer aanzwengelen door vooral veel consumptie te stimuleren. Het consumentenvertrouwen moet omhoog, want dan gaan we meer kopen en dat is goed voor de economie en dus goed voor ons. Een volstrekt eenzijdige benadering van wat bepaalt of het goed gaat met een land. En wat voor mogelijkheden zie jij voor de Triodos Bank als landen als China en Brazilië nog meer opkomen dan ze al opkomen? Is daar ruimte voor Triodos banken in die landen? Wij hebben als beleid dat we graag in Europa en in ieder land een vestiging van Triodos banken neer willen zetten. We zitten nu al in 5 landen, we zijn nu naar het 6e land aan het kijken.
En in de rest van de wereld willen we graag betrokken zijn bij initiatieven. En we hebben een wereldwijde alliantie opgericht van waardegedreven banken. De Global Alliance for Banking on Values. Die is door Prinses Máxima hier gelanceerd in Zeist een aantal jaren geleden. Dus wereldwijd zien we het meer in samenwerkingsverbanden tussen geestverwante banken dan dat wij zelf pretenderen een wereldwijd vertakt netwerk nodig te hebben. Je begon met het idee van aandeelhouderswaarde, maximalisatie. Dat is waarschijnlijk wat je toch ook met name uit Groningen meegenomen hebt. Is dat model passé? Moeten we daar vanaf gaan stappen en gewoon naar een heel ander model omgaan? Jullie financieren heel veel coöperatieve instellingen. Is dat het model waar de Triodos Bank eigenlijk voor staat? Nee, we hebben een diversiteit aan modellen nodig. Maar wat achterhaalt is de eenzijdige focus op aandeelhouderswaarde. Dat is echt absoluut achterhaald. Want dat gaat ervan uit dat je alles in geld vertaalt en dat wat de meeste winst voor de aandeelhouder oplevert, daarvoor kiest. Maar er zijn heel veel dingen van waarde die niet in geld vertaald worden en die dus niet meetellen in die business case. Dus ik denk dat er verschillende manieren zijn waarop je kan borgen, ook in je governance model, dat er meer verantwoorde beslissingen worden genomen dan alleen maar op winstmaximalisatie gericht. Je zou kunnen zeggen, een optimalisatie streef je na tussen je effect op de ecologie, tussen je effect op de samenleving en in hoeverre je verschillende stakeholders bedient met een fair rendement. Ja. Dus ik vind, het is meer een kwestie van evenwicht tussen een eerlijke beloning in de financiële zin voor de mensen die hun nek uitsteken of hun geld investeren of hun tijd investeren. En heel goed bewust zijn bij wat voor verdere invloed oefenen wij nog uit. Ja, als je hier naartoe rijdt, dan kom je eerst langs het hoofdkantoor en daar staat op een groot poster: wij maken Fairtrade een pleonasme. Ja. Hoe ga je dat doen? Ga je corporate law veranderen of ga je... Hoe ga jij de wereld verbeteren? Ja, dat is een mooie vraag. Hoe ga ik de wereld verbeteren? Ik denk dat de wereld verbeteren iets is wat in stapjes gebeurt. En dat het mooiste zou zijn als iedereen steeds meer gaat voelen dat de wereld verbeterd gaat worden door al die kleine stapjes. We zeggen nu ook, klein is het nieuwe groot. We moeten niet wachten tot het heil van boven komt. Dus als nou iedereen, als die met zijn boodschappenkarretje door de supermarkt loopt, hè, daar heeft dat fair trade mee te maken. Maar ook op het moment dat hij zich inspant voor zijn werk of straks zijn stem uitbrengt op 12 september voor de verkiezingen, nadenkt over wat is deze beslissing, wat heeft die voor invloed, dan hoef je niet meteen te denken over hoe verbeteren we toch de hele wereld in één keer. Dat lukt ook niet, maar het is mijn moeilijke antwoord op jou. Simpele vraag is, laten we vooral kijken gewoon bij de verschillende kleine stappen die we zetten, wat dat voor effect heeft op de wereld om ons heen. Dat is denk ik het belangrijkste wat iedereen kan doen. Als je het specifiek aan mij vraagt, is dat natuurlijk vooral in mijn werk. En ook als vader van een gezin en eigenaar van een huis enzovoort. Maar in mijn werk, iedere keer nadenken voordat wij een financieringsbeslissing nemen, of dat nou de beste besteding van het geld is van onze spaarders. Matthijs, ik vond het een heel fijn gesprek. Ik wil je daar hartelijk voor bedanken. Ik vind het ontzettend jammer dat je niet naar Groningen kunt komen, ja, om de prijs op te komen halen. Maar voor mij is het een geweldige kans geweest om eens even wat meer te weten te komen over de Triodos Bank. Dank voor je gastvrijheid. Nou, dank voor je komst en dank voor de prijs. Echt een grote eer. En ook dank voor het leuke gesprek.